Nou jongens, best wel mooi nieuws. Ik had eigenlijk, verdomme, ik had het moeten opnemen. Niet slim van mij. Nou, ik heb de rechtbank gebeld. Nou, ze zei nou, meneer Platen, je hebt toch al honderden keren mails en alles gestuurd. Ja, ik zeg, luister, ik heb een mooie betoog gehouden. Ik zeg, hoe werkt het dan? Zeg, als er een rechtszaak is, er is een rechtszaak. Dan gaat een advocaat naar binnen. De advocaat heeft een mooi betoog. En die spreekt zijn cliënt vrij. Op een betoog. Dan heeft toch de advocaat zijn werk goed gedaan. Nou, ik heb dat 8 januari ook gedaan. Dan zegt die mevrouw gewoon keihard, mensen. Nou, meneer Platen, door uw betoog, 8 januari, hebt u vrijspraak gekregen. Dus op uw betoog, dat er geen grondwet is, heeft de rechter en de officier u 8 januari vrijspraak gegeven. U heeft de uitspraak, heeft die in handen. Ik zeg nou, niet duidelijk, want ik heb als advocaat daar gestaan en ik wil gewoon mijn betoog. Ik ben trots op mezelf. Ja, maar u kunt dat ook zijn. Nou, het enige wat u kunt, zegt ze, je gaat naar de rechtbank nou en dan ga je bij de balie, vraag je een appel aan. En de appel die wordt afgewezen dadelijk door de rechtbank Maastricht, dat zegt ze, kan ik je nou al zeggen. Maar dan kan jij in hoger beroep gaan tot in Den Bosch. Ik hoef geen rechtszaken meer te doen, mensen. Ik heb een uitspraak, zegt de rechtbank Maastricht, nou heel duidelijk, waar jij betoogd hebt dat er geen grondwet is. Je hebt de uitspraak op papier. Je hebt hem al binnen, zegt ze. Je hebt hem al. Je hebt als advocaat gezegd, er is geen grondwet en de rechter en de officier zijn niet daartegen ingegaan. Ze hebben jouw vrijspraak gegeven. Dus je hebt je werk gedaan, mensen. Ik ben ook heel eerlijk, ik ga naar geen rechtszaken meer. Ik heb mijn uitspraak, ja, dat is geen grondwet. Ja, klats. En ik ga nou het appel aanvragen tot in het hoger gerechtsgebouw in Den Bosch. Tot mijn notule naar boven komt waarom ik vrijspraak heb gekregen. Die mevrouw zegt, het is eigenlijk al niet meer nodig van de rechtbank. Want je hebt hem al. Je hebt je papier hier, vrijspraak. Vrijspraak heb je gekregen omdat je hebt betoogd als advocaat. En niet omdat het zo uit de lucht is komen vallen. Dus mensen, wie mijn uitspraak wil hebben, 8 januari, het nummer, pak het maar. Het is gewoon duidelijk. De rechtbank heeft gezegd, jouw uitspraak is dat er geen grondwet is. Daarvoor heb jij vrijspraak gekregen. En niet meer en niet minder. Dus ja, kijk maar, ik weet wat ik nou moet doen. Ik heb er genoeg van.